Voorzitter, het leek er even op dat we ons voor volgende week alleen maar op iets kunnen verheugen. De scholen weer open, de kinderopvang open, weer een boek even gaan afhalen bij de boekwinkel in de buurt. En er werd zelfs gesuggereerd dat de avondklok die net was ingesteld, ja, dat het OMT daar nogmaals over moest adviseren, maar daar klonk toch een belofte in. Het leek erop dat we eindelijk wat lucht kregen. Maar voorzitter, dat gevoel, dat is eigenlijk een beetje verdampt. In ieder geval bij mij en ik denk bij veel mensen. En heeft plaatsgemaakt voor twijfels. Collega Heerma sprak daar ook al over. De adviezen van het OMT stemmen niet gerust. De verspreiding van die Britse variant en de grote besmettelijkheid daarvan baart zorgen. Er zijn toch best wel veel scholen die hebben gezegd, ja, we willen wel heel graag open, maar we weten niet hoe, want het kan volgens ons nog niet veilig. De te langzame daling van de mensen die in het ziekenhuis liggen en de aanhoudende hoge druk op de gewone zorg. Voorzitter, dat roept dan toch ook de vraag op welk risico het kabinet nu neemt met die aangekondigde versoepelingen. Dus aan de ene kant is er de boodschap eigenlijk, ja, nog geen anderhalve week nadat die avondklok was ingesteld, er kan meer. Terwijl we tegelijkertijd horen, ook vanochtend in de technische briefing, over een wat onvermijdelijk lijkt een derde golf en dan ook mogelijk weer een verlengde lockdown met alle gevolgen voor de economie, onze gezondheid. En voorzitter, dat is al erg genoeg, maar dat gezwabber maakt ook dat mensen zich afvragen, ja, waar gaan we nou heen? En waar moet ik me nu aan gaan houden? En dat, voorzitter, is weer niet goed voor het draagvlak. Voorzitter, over het vaccineren. We hebben steeds gehoord, ja, waarom Nederland zo traag is met vaccineren. We begonnen zo laat omdat wij het wel zorgvuldig gingen doen. Nou, voorzitter, we zijn van een koude kermis thuisgekomen. Kijk naar de datalekken. Kijk naar de chaotische uitvoering van de vaccinaties in verpleeghuizen, waar de ene helft van de mensen wel is gevaccineerd en de andere helft niet. Het gegoochel met de cijfers en gisteravond, ja, voorzitter, dat vond ik toch echt best wel in een land als Nederland zag ik dat mensen van 85 bij een vaccinatielocatie op Schiphol en ook in Den Bosch 40 minuten moesten wachten, waarvan sommigen buiten in de regen. Ja, voorzitter, dat is toch gewoon echt onacceptabel. Voorzitter, we zouden ook niet symbolisch beginnen, zei de minister, zoals andere landen dat deden. Wij zouden het echt gaan doen, maar ondertussen bengelen nog steeds onderaan. En dat ligt echt niet aan de harde werkers van de GGD die doen wat ze kunnen. We krijgen te weinig vaccins geleverd, maar er liggen er ook heel veel in de diepvries. Dus voorzitter, ik maak me daar zo druk voor over en collega's doen dat ook omdat de echte, enige, goede, werkende exitstrategie is vaccineren. Het maakt een enorm verschil in het leven van iedereen. Van oudere mensen die als ze gevaccineerd zijn eindelijk weer eens een beetje onder de mensen kunnen komen. Van zorgverleners die zich veiliger voelen om hun werk te doen. En van ons allemaal omdat het ons uitzicht geeft op betere tijden. En daarom, voorzitter, omdat we ons allemaal zo'n zorgen maken, moeten we hier ook deze vragen stellen. Ook al omdat het past in een patroon. Of het nou gaat over de testcapaciteit, de voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen, het bron- en het contactonderzoek. Elke keer zou het goed komen en elke keer kwam het of niet goed, of heel langzaam, of niet adequaat genoeg. We hebben er hinder van, voorzitter, van deze haperende crisisbestrijding. Dat heeft grote gevolgen, het ondermijnt het draagvlak, het slaat een deuk in ons vertrouwen. En daarom wil ik vandaag van de minister-president horen, wat gaat hij nu concreet doen om dit op orde te krijgen? Voorzitter, het is al vaker gezegd, we maken ons allemaal zorgen over hoe gaat het nou met ons allemaal. En ik maak me vooral zorgen over jonge mensen. Het is heel goed dat het kabinet bedrijven te hulp schiet. Absoluut noodzakelijk. Ik krijg heel veel berichten van kapsters, café-eigenaren die het echt ongelooflijk moeilijk hebben. Terecht dat zij om steun vragen en terecht ook dat het kabinet ondernemers te hulp schiet. Maar
we moeten ook de eenzaamheid bestrijden, de leerachterstanden proberen in te halen. En we horen ook van andere problemen bij jonge mensen. En daarom vraag ik specifiek aan het kabinet nu om met een deltaplan een steunpakket voor jonge mensen te komen. Wethouders overal in het land vragen daar ook om. Ze hebben het ontzettend zwaar en wat mij betreft zou daarin moeten zitten in ieder geval een extra college- en studiejaar zonder extra kosten voor alle jonge mensen die dat nodig hebben. Ondersteuning bij het vinden van werk. Kijk nou of ze huiswerkbegeleiding kunnen geven. En help ze nou met de psychische gevolgen van deze crisis. Want hun leven, voorzitter, staat ontzettend op de kop.